Bo. Ik ga het raadspelen, jongens. We rijden aan de verkeerde kant van de weg, jongens. Dit meen je niet. Oké, ik moet het filmen. Ik liet het vergeten. Hoi iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog op Al Die Games. Vandaag zitten wij in de trein, maar niet zomaar de trein. We gaan naar Parijs. Nou jongens, we gaan naar Parijs voor een Far Cry 4 event van Ubisoft. En Roy, heb jij daar een beetje zin in? Niet in de trein, want Bo, vertel je even wel even. Oh, dit is een arm, want, een vinger. Want wie zit hier achter? Ik ben Rick. Colin en Rick. Colin. We zitten nu dus in de trein en het begint allemaal heel lekker. We hebben geen wifi, ik zit hier lekker. Het is hier best wel heet. Ja, ook hè? Sorry. Niet dat hun hier zitten hoor, nee. Dat het is, maar... En we zitten er en ik ben helemaal blij, alleen de treinreis... En we hebben een chocolaatje en een piepje. Heel veel piepjes hier, heel de tijd. En mijn oren doen heel de tijd pijn, want we gaan altijd naar beneden naar boven. En er is geen wifi en geen 3G. Heb ik al gezegd. Mijn dag kan niet meer stuk. En er wordt nu hier ook nog gevlogd. Ja. Kijk jongens, normaal filmen we altijd heel mooi natuur en alles en alles wat we zien. Maar we zijn nu onszelf, want het is donker. Wat is daarop jouw antwoord? Oké, sorry, dat klonk een beetje alsof Bo ging trouwen. Wat vind je ervan, Bo? Uitermate teleurstellend. Ik weet niet waarom, dat is maar... Dat Colin. Ik film iemand die iemand filmt, die iemand filmt. En hij filmt naar buiten. Iemand die gefilmd wordt, die iemand die filmt, die iemand filmt. Hoe werkt dit? Wat een... Hoe werkt dit? Ik heb geen idee. Wat zijn de regels hiervoor? Ja, ik weet niet. Bo, waar zijn we? Vlog? In Parijs. Weet niet, wat is het? Heel lelijk dichtbij, hè? Nee, dat valt wel mee. Het is best wel mooi eigenlijk. Oh, nou ja, we zijn in Parijs en ik word nu gefilmd. En twee kanten. En ik word heel erg gepest. En ik moet super nodig plassen. En Colin moet heel nodig plassen, Bo. Wat doen we daaraan? Bo is alleen maar aan het zeiken. Dus. En ik aan het zeiken en jij moet plassen. One of us. Wat is jouw reactie op Parijs? Het is hier echt lelijk. Het is hier gewoon echt lelijk en het regent, jongens. Jullie kunnen het zien. Ik heb koud, het regent en het is hier echt lelijk. Ik dacht, we komen op een heel mooi station, zo Parijs, Noord. Maar nee hoor. Nee. Dit is echt de antwoord. Nou Bo, we gaan met de koffer gaan we naar de... Naar de taxi, naar het hotel. En ik heb mijn handen vol, dus jij draagt de koffer. Dus ja, is goed. En daarna, waar gaan we dan heen met het mooie weer? Naar de toren! De Eiffeltoren! Ja, we gaan even buiten kijken of zo. Beter. Ja, inderdaad. Don't be sap, hoor. Sleeps for the week. Ja, nice. Een puggie. Nee. Kijk, een pug. Een pug. Maar Bo, we staan in de rij, maar we staan niet bij Disney of zo. Dat is ook in Parijs en alles daar zo. Maar waar staan we nu in de rij, Bo? Voor de taxi, met de leuke muziek. Oh, Rick die speelt Pokémon en wij gaan hier allemaal een beetje battle. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik zie dat er in de rij moet staan voor de taxi. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hem nog nooit gezien. Meestal is het dat er te veel taxis zijn en dan is het van, ja, we stappen bij mij in of zo. Ik snap het niet, maar we staan nu maar lekker in de rij en dan gaan we naar het hotel toe. Ja, iedereen kijkt letterlijk echt chagrijnig. Wij zijn in ieder geval blij. Maar Rick is helemaal blij, want hij heeft Pokémon. Ik denk ook niet dat als wij daar zijn dat we nog blij kijken. Nee, dan kijken we heel Laten we Rick een apartje. Rick die speelt de... Ik bespeel de mondmobiel. De mondmobiel, oh my god. En we kijken hier een hele chagrijnige man. Op dit moment zitten we in de taxi. Oh, ik heb het adres. Ik heb dat adres. En we zitten hier met Rick. En het is best wel grappig, want we zitten in een taxi zonder geld. Wat normaal niet hoort, maar we rijden ook met een andere taxi. En oh, madam, kijk waar we nu rijden, Bo. Wat is dit? Wow, dat is belangrijk. Dit is een toren. Oké, we gaan hem filmen, jongens. We gaan hem filmen. Kijk, ik weet niet eens. We zijn bij je. Tour de France, very much. Dit is een hele kleine. Een heel klein Auditrio. Nee. Wat een neppert. Nee, dit is een neppert, jongens. We rijden aan de verkeerde kant van de weg, jongens. Dit meen je niet. Oké, ik moet het filmen. Hoe? Jongens, kijk, daar rijden andere mensen en het is maar één weg. Oh, maar hier zit ook een andere dude. Oké, grapje. Grapje. Het is de buslijn. Maar we zijn geen bus. Oh, we zitten nu in de buslijn. Nou jongens, we gaan nu in de kamer. De hal ziet er al best wel depressief
uit. Ja. Yep. Gaat kaartje jullie doen, ik ben zo benieuwd. Ik ook. Oké, Bo, ik wil jouw reactie zien. Mateo! Mateo! Lampje aan. Oké, dan komt u hoor, Bo. Ik wil de vloer is vies. Is de vloer vies? Wacht, ik moet een lampje. Waarom is de, waar is de vloer vies? Kijk, vies is die. Oh, dat is niet vies. Dat zijn van die streepjes. Nou, ik vind het niet mooi, maar voor één nachtje kan ik dit wel even doen. Ja, echt zo. Tenzij het bed niet lekker ligt, dan is het... Oh, Bo, doe de bedtest. Oké. En minibar, oké. Oh, we hebben nu al telefoon. Bo, denk snel. Hallo? Oh, jullie zijn er al, joh. Oh, wat gezellig. 3, 2, 1, bedtest. Ah, nee. Nee. Oh nee, dit wordt echt een dramatische nacht. Maar het is best wel groot bed, of niet? Oh, je vergeet helemaal de badkamer. Is het dit? Wacht, hebben we niet twee badkamers? Want daar zit nog een deur. Dat is dit de wc. Oké, dit is de badkamer. Wat vreselijk licht, jongens. Oh, alsof iemand hier met Theo heeft gespoten. Moet je komen. Oké, jongens, even hierheen. Moet je ruiken erin. Zo. Wie gaat dit? Jongens, zet iemand voor de deur. Wie zit voor de deur? Nee. Het is Wester. Hey. Als jij nog wil naaien, dan kan dat met deze naalden. We hebben naald en draad op elkaar. We hebben naald en draad. En we hebben een envelopje. We hebben fanmail. En we gaan nu door naar de volgende fanmail. Kijk hoe je het ook. Oh, wacht. Ten eerste is het een plastic tas. Heel mooi. Ik denk gewoon voor afval zo. En wat zit er nog meer in de envelop? En een brief. Dan gaan we door naar de brief natuurlijk. En wat gaan we nu voorlezen? Lieve Bo en Roy. Ik hou van jullie. Nee! En, oh wat? Oh, dit is de roomservice. Ja, kijk! We hebben roomservice. Nee, dan kun je je kleren laten wassen. Kijk, panty, sokken. Oh, ik ga even mijn panty laten wassen. Ik heb geen panty. Dus ik denk... Oké, jongens, dit is mijn bedtest. Oh, het kan best wel, hoor. Ik denk als je heel moe bent... Want misschien gaan we nog naar de Eiffeltoren, jongens. Als je heel moe bent, dan kun je wel lekker slapen, denk ik. Maar het is maar voor... Ik ga naar de stad even. Vind je hoe leuk het hier beneden was? Ja, het zag er best leuk uit. Ik weet niet. Ja jongens, ik heb zin om even lekker erop uit te gaan. Het is wel laat, maar ik vind het wel leuk om gewoon eventjes een beetje het hier te verkennen. Dag Bo. Ik ga het raad doen, jongens. Wow, dat zei je hard, Bo. Oh, die mensen zitten daar. We go to Paris. Ja, we zijn al in Parijs, we gaan er niet heen. We zijn er al. Nou jongens, de tijd is aangebroken dat Bo en ik eventjes de stad onveilig gaan maken. Of nou ja, onveilig maken. Ik weet niet. We gaan gewoon eventjes lekker naar buiten. Het is nu kwart over? Kwart over 12, hè? Ja. En ja, we gaan gewoon nog eventjes rondkijken. Misschien zien we nog wat lekkers eten of zo. Ja, ik heb honger. Wow. Bo ook een beetje honger. Ja, ik ook een beetje. We gaan eventjes kijken. Heel veel dingen zijn wel dicht. Maar hey, we zijn wel in Parijs. Dus we moeten wel eventjes even een baguette eten. Bedoel, morgen zijn we weer de hele dag bij Far Cry natuurlijk. Bij het event van Ubisoft. Dus wij dachten, nou, we zijn er nu toch hier. We gaan eventjes kijken hoor. We gaan eventjes de Parijs bewonderen. Ja, we gaan wel hierheen. Weet je, wij zeggen wel van, wij zijn hier helemaal in Parijs. Waarom, hoe komen wij hier opeens? Nou ja, door jullie. Het is weer zo'n cliché, maar wel door jullie. Want als wij jullie ons niet zo support hadden, dan hadden ze ons ook nooit gevraagd om hierheen te komen. Dus echt super bedankt aan iedereen. Ja, inderdaad. En ja, ik weet niet. Het is gewoon echt super vet dat door jullie dit allemaal is gebeurd, dat wij gewoon even naar Parijs mogen gaan. Hoe freaking awesome is dat? Oké, Bo, dit is echt een winkel voor jou. Oh my god. Oh my god, hipster winkel. Dit is echt een hipster winkel. Oké, Bo, we gaan... Oké, dit is het kroeggedeelte. Nou, daar hoeven we niet heen hoor. Bo, wat zijn we in godsnaam aan het doen? Het is kwart over 12 s'nachts en wij gaan wat bestellen bij de McDonald's. Oh nee. Radio jongens, op een radio. Connexion encore. Ik liet een scheet.
Fun radio, dat moet fun zijn. Connection en koers. De B-move! Oh,